Yo, mensen, Mark hier en we zijn hier weer terug met een nieuwe video van Minecraft, Krimmelcraft. Ja, vandaag gaan we beginnen met onze minigame. En ik had iets ontdekt gisteravond, toen was het nog heel goed op de server om te kijken wat er was. Monkey heeft zich een beetje uitgesloofd. Moet je eens kijken. Hij heeft de hele opslag nu apart gemaakt. Enige probleem van die dodo is dat hij alles bovenin heeft gedaan, op sommige stukken. Dus ja, en hij heeft geen kist met kolen bij dit gezet. Dus dat gaan we nog eventjes fixen. Dat er kolen bij komen. Dan ga ik dit denk ik even weghalen. Eén zo'n paal. Dat er in ieder geval bij de dingen hier kolen staat. Nou, we gaan het wel eventjes zien. In ieder geval, dit is mijn opslagruimte ineens. Dus ik stond al op te kijken van jeetje aap. Je hebt je wel uitgesloofd. Heel ovens. Noem maar op. Alles zit erbij. Nou ja, prima. Laten we maar eventjes doorgaan. In ieder geval, ik ga eventjes beginnen met minen, want ik heb kool nodig. En dan gaan we daarna beginnen aan de minigame. Dus bij de minigame zie ik jullie pas weer. Kijk, de eerste kool is alweer binnen. Precies wat ik nodig heb. Ja, ja, die heeft zoveel kool verbruikt voor alles. Dan heb je een pijn gehakken, dus ja. Soms denk je van, dit, dat. Maar ja, ik heb weer wat kool. Als ik minstens eventjes twee stekjes heb gevonden, dan vind ik het wel weer goed. In ieder geval bezig zijn. Want wat heb ik hieruit gehaald? 16 stukjes. Ja, ik heb nog geen Fortune 300 pickaxe. Maar dat komt nog. Ik ben ermee bezig. Dus even geduld nog alsjeblieft daarmee. Dan kunnen we daarna verder met Fortune 3 pickaxe. Hebben we stukken meer diamonds en kool. Als je het dan toch een beetje over de duivel hebt. Ja, ik ben eventjes lekker aan mijnen. Voor kool. En wat vind je? Ja, diamonds. Dat is altijd wel handig om te hebben, diamonds. Want ja, ik heb nog een diamond blok nodig voor een winkeltje te openen. Ik weet nog niet met wat we dat gaan doen. Maar ja, daar is nog even over te denken. Sowieso ga ik vandaag de minigame bouwen. Dus ik ga eventjes uitzoeken hoe, wie, wat, waar. Wat ga ik bouwen met de minigame? Dat wordt een hoge toren waarschijnlijk. Hoge toren waarvan je moet afspringen. En zo'n enkel piepklein gaatje waar je in kan vallen. Mis je het, dan ben je gewoon dood. Dag levels, dus zorg dat je dan al je levels hebt gehaald. Dus prima. Oh, en voor mensen. De invites gaan via Chromotech. Via zijn server. Dus zorg dat je wat een vaste kijker bent op de stream. En dan maak je kans op een invite. En ja, ik vind wel echt weer een paar diamonds erbij. Nice. Voor stuks. Ook al is het niet echt dat ik veel vind ervan, maar ja. Ze zijn een beetje lastig te vinden soms. Iron is ook altijd wel handig. Kan ik ook weer nieuwe dingen mee fixen. En ja, redstone heb ik nu al tig veel. Ik maak wel een keer iets met slimes, maar dan moet ik hem wel ras gaan vinden. Ja, in ieder geval, hoeveel heb ik er nu? Ik heb anderhalve stack, dus ja, dat gaat wel goed komen. We gaan nog heel eventjes door. En dan zie ik je bij de minigame. En ja hoor, ik zie daar net kool. Ik ga wat kool hakken. En ik donder echt bijna aan de lava. Oh, dat bezorgt hem echt een enorme hartaanval, zowat. Halleluja. Nou, ik heb het overleefd tenminste. Anders was ik echt alles kwijt geweest wat ik nu had. En dat hadden we niet gewild, jongens. Dat hadden we niet gewild. Even de diamonds opbergen. Dat ik verder kan gaan. Ja, ik had er gisteren eentje gepakt. Wacht. Nice. Oh, thank god. Mijn god, wat een luck had ik daar. Wat een luck. En ja. Nou, ik ga snel eventjes al die steen branden. Dan gaan we door naar minigame playground. Waar wij dus alles gaan fixen voor de dinges. Even kijken. Ja, de kool die moet hier. Heb ik nog hierin zitten? Nee, maar dat hout enzovoort ga ik wel voor opbergen. Dus kool hierin en steen ook. Ja, Aapje heeft alleen maar deze gebruikt. Geen wonder. Hier zit nog wat smoesten in. Nou, is goed. Is goed. Zien jullie bij het playground, jongens. Zo jongens, ik heb alles wat ik nodig heb bij me in twee sugarboxes. Ja, we zijn toen al naar de end geweest. Voordat deze video verschijnt, dan ben je wel weer een stukje verder. Maar ja, ik heb alles bij me in twee sugarboxes. Ik berg alleen even deze die op, want dat ik niet... Hup. Hierbij. Daar vanaf. En dan gaan we door naar de minigames area. Dan ga ik mijn dingetje bouwen. Gaat leuk worden. En ik moet nog wat stijgers meenemen. Van dat. En die heeft AP weggehaald hier. Ap, jeetje mina. Waar zijn de stijgers? Niet hem. Dus ja, ik zie jullie bij de minigames, jongens.
Oké, jongens, het is tijd dat we de minigame gaan bouwen. Ik moet nog even wachten tot die bomen weg zijn. Want ja, het is niet echt fijn om met zwevende bomen te werken. Dus ja, wacht even tot dat weg is. Dan ga ik hier beginnen alvast met bouwen. Begin eerst met een grote ruimte hier. Even kijken. Vijf. Oh, prima. Sorry dat ik even niet gletste, jongens. Hier gaan we beginnen. Dit wordt de ruimte eventjes waar ze kunnen starten en de opslag kunnen doen. Dan dat het beste is om vanaf deze kant een deur te maken. Lijkt me het beste optie om dat te doen. Maak van hier een deur. Een grote deur. Kakboom. Echt, soms die boom ook. Maak vanaf hier een deur. Dit wordt de entree dan. Ik zal het ook gelijk even regelen dat hier kisten komen staan. Zodat ze de opslag kunnen hebben. Dan gaan we langzamerhand richting de bovenkant bouwen. Het wordt een hoge toren. Waarom een hoge? Zodat ik in ieder geval... weet van, oh dit, oh dat, oh dit, oh dat. Nou joh, gewoon omdat het even erbij moet. Ik plaats wel eventjes. In ieder geval alles kunnen pakken. Groen, dat gaat nog weg hoor. Even kijken. Die erbij, nice. Ja, dan maak je hier even kisten van. Dit wordt voor de opslag. Zo. Oh. Ook nog ergens een crafting table in. Is het hier. Hier even kisten van. Acht kisten. Ik hoop wel dat dat genoeg is. Nice, nice, nice. En dan gaan we hier langzamerhand naar boven bouwen. Ik begin met de glazen erin te zetten. Die had ik ook al meegenomen. Het ergste is, het gaat nu nacht worden. En ik heb geen bed bij me. Er staat hier al ergens een witch. Dus tja, ik heel veel boven op een boom staan. Want ik vind dit niet heel erg fijn, jongens. Jongen, jongen, jongen. Dit wordt mijn minigame. Ga ik hier bouwen. Ik moet er nog wel van pad eraan leggen. Maar ja, het gaat simpel worden. Ik gooi straks allemaal in die kisten ook bordjes. En wat ik daarna ga doen is... Dat water hiernaast, dat gaat weg. Maar dat hou ik nu nog even, zodat ik er veilig in kan springen als ik te hoog zit. Dan weet ik in ieder geval van... Oh kijk, daar is het water. Daar moet ik inspringen. Maar ja, nu gaat het een beetje lastig. En ik sta voor hoog in een boom. Ik heb geen zin in creepers. En er is even niemand die... Die kan slapen. Dus ja, ik hoop dat het aan bed is. De buurt. Dat ik verder kan gaan met dit dingetje. In plaats van die kakkriepers te hebben. Dus in ieder geval, zien jullie zo weer. Als ik een beetje hoger ben met de toren. Gaan we eraan beginnen. Kijk, dit onderste stuk is er al. Ik ga nu gelijk de bovenkant erop gooien. Dat wordt lekker hoog. Daarvoor heb ik best wel veel van deze blokken nodig. Ik ga zorgen dat ik er genoeg bij me heb. Voor nu. Dat ik in ieder geval niet snel naar beneden hoef. Mocht ik weer naar boven toe moeten, dan heb ik altijd nog een noodgevalletje bij me. Oh ja, slabs voor de onderkant. Dat worden smoothstone slabs. Had ik al smoothstone meegenomen. Dat gaat goed komen. Even kijken. Dan ga ik nu eventjes dit omhoog bouwen. In ieder geval lekker kunnen beginnen aan de toren. En dat gaat een flink hoger worden. Dus maak je borst maar nat. Hakboom. Altijd weer die boom in de weg. Altijd weer die boom. Nou, in ieder geval, we hebben het er wel doorheen. Ossie,
Ik niet verwacht dat er nog eentje zat. Oké, okay, we gaan in ieder geval snel even zorgen dat deze de lucht in gaat. En dan zien we jullie bovenaan. En ja, als ik zonder stones zit, jammer, dan moet ik hem eventjes opzetten. Maar ja, ik heb in ieder geval genoeg bij me voor nu. Lekker door kan bouwen en flink de hoogte in. Dus jullie bovenaan de ladder. Zo, en ondertussen zijn we al redelijk wat hoog. Nou, voor mijzelf nog niet hoog genoeg. Dus tja, we gaan er nog wel even mee door. Want ja, ik heb nog heel veel blokken hier. En zodra die op zijn, ja, dan moet ik nieuwe gaan halen. Dat is een nadeel. Nou ja, we doen het er wel mee. Maar ja, voor nu, we zitten in ieder geval redelijk hoog qua bouwen. Dus ja, we gaan die toren zo groot mogelijk maken. En dan maken we hier een heel klein poeltje om erin te kunnen springen. Dus ja, ik moet dat nog wel gaan opvullen. En ja, dat kost enorm veel tijd. Oh, dit ook trouwens, want je zit alleen maar in concentratie. Dus gaan we daar maar mee verder beginnen. En het is best wel eventjes wat werk hoor. Oeh. En mijn god jongens, dit, als je dit veel tijd kost, nou, dan kost je ook veel tijd. Het is een minigame die het gaat worden. Je moet proberen naar beneden te springen. Naar beneden, ja. En als je het overleeft, dan ben je een winnaar. Overleef je het niet, jammer, sorry dan. Maar ja, voor een leuke minigame in ieder geval. Daaronder heb ik glazen gedaan in ieder geval, paars glas. Dat jullie in ieder geval wat te zien hebben. En de kistjes die zijn om mensen spullen op te bergen. Daar ga ik nog bordjes in doen. Don't you worry. Zodat ze even erop kunnen zetten welke van hun is. Dan gaan wij even snel dit even afmaken. Oh mijn god. Wordt hoger en hoger. Maar het zit nog niet in de wolken. Dus het is nog niet hoog genoeg voor mij. En dat gaat me veel koppelstroom kosten dit. Want ja. We moeten het maken. Ik zal ze er toch niet om moeten halen, want ik heb mijn hele sugarbox vol. Maar ja, hier heb ik bijna niks meer. Oh, ik moet oppassen dat ik daar niet ga vallen straks. Anders ben ik alles kwijt. Hou of shift ingedrukt, want anders gaat het ook mis, jongens. Maar ja, zodra die toren een beetje af is, laat ik het jullie verder zien. Voor nu. Oh mijn god, wat een dag. En ja, als we de steen op zijn, kom ik weer eventjes bij jullie om te kijken naar de update. Van de toren van mij. Oké okay, mensen, nou de toren die is op dit moment zo hoog. Het lijkt wel een flatgebouw geworden. Maar nou ja, prima. Ik vind het goed. Makkelijk te doen. Aan de onderkant zitten ramen. Die wil ik misschien ook nog iets verderop in de bovenkant gaan doen. Maar ik moet even kijken precies waar. Tja, ik moet steen gaan halen nu. Ik heb veel te weinig steen meegenomen. Nou, ik heb eigenlijk een paar sugarboxen vol. Maar voor nu is het hier zo geworden. Dus ja, ik ga steen halen. En dan gaan we nog wat verder met die toren. Ik hoop eigenlijk dat die vandaag nog afkomt. In ieder geval, dat jullie dat nog in de video kunnen zien. Hij wordt extreem hoog. Dus we moeten maar zorgen dat ze wat dingen hebben. Ik ga ook even hout regelen, zodat we alvast deels ladders kunnen aanleggen. Zodat de mensen omhoog kunnen klimmen. Naar boven. In ieder geval voor nu. Maar ja, dit wordt de toren. Dus we gaan er wat van maken, jongens. We gaan er wat van maken. En ja hoor, mensen. Kolen, de stenen die staan weer te branden. Stonecutter staat klaar. Dus ja, we kunnen weer lekker doorgaan met de laatste dingen van ons dinges. Dit is wel het einde van de aflevering van deel 1. Ik ga verder in deel 2 met natuurlijk de rest van de serie. En dan ga ik jullie een beetje nu van mijn wereld nog laten zien wat er allemaal is gebouwd. Dit is de opslag, die heeft Monkey gebouwd. Heb ik zelf niet aan meegedaan. Ik ben zelf een dagje niet online geweest. Natuurlijk, omdat ik het veel te druk had. Even kijken. Die pier die heb ik gemaakt. Nog niet echt aankleed. Ik vergeet toch alles. Auw. Bips. Ja, dit is dan Monkey's verdieping. Dit willen we voor de villagers gaan gebruiken. Ja, Arabella was dit. Arabella was dit. Ik wil ook wel eventjes een... Eén dingetje pik hier. Dat is een bed natuurlijk. Zodat ik zo meteen bij de dingen waar ik zit kan gaan slapen. Portal wordt ook nog aangekleed. Zijn we druk mee bezig. We zijn alles druk mee bezig, maar we hebben nergens tijd voor. Inderdaad. Dat is het huisje. Klein huisje waar we wonen. Enchant room. Moet nog boekenkast erbij. Zijn we druk mee bezig. Want de sugarcane farm die zit daarachter. Stal waar we dieren houden.
En de opslag natuurlijk. En daarachter zit een villager dorp. Dus die gebruiken we ook lekker voor dingen. Hier zijn de dieren, schapen, kippen, koeien. Alhoewel schapen hebben niet de goede kleur. Maar dat komt omdat we even een klein foutje hebben gemaakt met ze. Ja, dat komt goed. Mensen, dit was het voor deze aflevering. Ik hoop dat jullie hebben genoten. Dus ja, vergeet niet dat duimpje omhoog te doen. En ik zie jullie natuurlijk weer bij de volgende video. Waar we verder gaan met die toren. Dus super bedankt voor het kijken. Tot de volgende video. Later!